Wat denk jij dat de impact gaat zijn van artificial intelligence, AI, op de arbeidsmarkt? Dat best wel groot wordt. Ja, ik denk volgens dat mij dat best wel veel ontwikkelen. Ja, precies. En dat misschien ook dingen over worden genomen die dan nu door mensen worden gedaan of zo? Of kan dat niet daarmee? Jawel, dat kan niet wel. Ja, denk het. Kan je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld nu op het gaat heel veel security wordt ook nog gedaan door mensen, maar misschien dat dan met robots wordt gedaan of in de bediening. Gaat AI ook impact hebben op jullie studie of op jullie werk later? Misschien dat wel meer online gedaan kan worden. Mm-hmm. Maar nog wel veel, ook via de mensen. Want ik denk dat is ook nog steeds wel belangrijk. Hoe je biologie kan vervangen door AI, maar misschien is er wel iets dat anders kan met AI. Maar stel dat het nou wel helemaal wordt overgenomen, mm-hmm. zouden jullie dan een hele andere baan zoeken waarbij je alsnog meer met je handen gaat werken? Ja, ik denk wel wat meer dan met mijn, dat ik zelf ook nog wel dingen kan doen. Ja, precies. Ja, dat denk ik wel. Stel dat je alle beroepen in de hele wereld kon kiezen, wat zou je dan kiezen en waarom? Ik wil wel graag arts worden. Het is niet helemaal met de opleiding, maar dat lijkt me wel leuk. Marinebioloog lijkt me wel vet, want dan kun je ook gewoon echt in het buitenland en dan met de zee stromen onderzoeken, koraalriffen, kijken wat er allemaal is.